Hoi allemaal, welkom bij mijn eerste vlog ooit. Ik heb net Renzo teruggezet in de wei. Ja, hier staan ook nog een paar koeien. En ik ga nu mijn paard Ohana halen. Dat is het nieuwe paard en daar ga ik vandaag een kennismakingsvideo over maken. Ik zie jullie zo meteen. Goed, ik en Renzo's verzorgster zijn nu onderweg naar de wei waarvan we denken dat Ohana staat. Ze is namelijk vandaag verwijt. Maar ik heb geen idee waar ze naartoe is gegaan. Dus ik dacht dat mijn vader had uitgelegd dat ze hier ergens stond. Ik weet niet of je het in beeld ziet. Maar goed, we moeten dus even kijken of ze hier staat. Nou, we hebben er inderdaad gevonden. Ze staat inderdaad hier. Één ding dat jullie alvast mogen weten van mij, is dat ze altijd helemaal achterin staat. Ze staat achter de zwart-witte tinker daar. Ja, ziet er nu niet, maar altijd helemaal achterin, uiteraard. Ja, ik heb even geleerd om sportief te doen, maar ik heb een cookie. Opgesloten door paarden. Nee, wacht, mijn cookie. Oudje. Ze kijkt wel, daar ben ik wel een soort van blij mee. Waar staat ze? Oh, daar. Wat is hier heel hoog. In het meest verste hoekie staat ze lekker tevreden. Kom. Vrouw, kom. Ja, goed zo. Ik probeer er altijd in de wei. Nou, laat hem nou niet vallen. Gelukkig is mijn verzorgster in tot de redding. Nou, dit is Ohana. Ze is een Groninger Merrie van 1,60 groot en ze is 18 jaar inmiddels. Dus dat is best al een leeftijd. Nou, ik heb er nu ongeveer een maandje, denk ik. Nee, iets meer. Nou, ik weet het niet meer precies. Iets meer dan een maand, denk ik. Ze is een ontzettend rustig paard. Echt een beginnerspaard. Maar ik heb soms nog wel moeite. En mijn vader ook, want hij is van mijn vader en mij. Om haar in de bak in galop te krijgen. Omdat ze zo rustig is. Maar het is een onwijs lief en braaf paard. We zijn ook al... Echt al de eerste week dat we er hadden, zijn we al op buitenrit geweest. En toen wel nog met een ander paard mee. En later ook alleen. En dat ging eigenlijk zo goed. Er is totaal niet schrikachtig. Behalve van... dat leg ik wel een andere keer uit. Maar er is één dingetje waar ze altijd van schrikt. Nou, ze staat hier nu al een tijdje. Ze staat eigenlijk nu nog de hele dag in de wei. En vanaf 1 november dan gaat ze 's nachts de stal in. En dan ergens eind december dan blijft ze de hele dag op stal. En dan gaat ze het paddock in. Ze wil vast lopen, dus laten we maar gaan lopen alvast. Verder. Ze is, misschien kunnen jullie dat al een beetje zien... is een beetje te mager. Dat is eigenlijk gebeurd toen ze op de wei kwam. Hoe dit precies kan, weet ik zelf ook niet. Want alle paarden die ik persoonlijk ken, worden eigenlijk allemaal te dik op de wei. Maar zij is dus heel erg afgevallen. Dus wij waren genoodzaakt haar bij te voeren. We hadden er eerst een paar dagen biks gegeven van de stal hier. Maar dat was geen succes, omdat ze daar heel erg van ging stuiteren op de poetsplaats. Ze werd niet eens zozeer actiever tijdens het rijden, wat wel handig zou zijn. Maar op de poetsplaats was ze echt bijna niet te houden. En toen hebben we van de hoesmid de tip gekregen om lucerne te geven. Hier zitten wat extra vitamine in. Ze komen er wat van aan. Maar ze worden er niet zozeer heel druk van, zeg maar. En verder was het, hebben we haar een tijdje ook 's nachts op stal gehouden om hooi te geven. Maar daar zijn we nu mee gestopt. Het is natuurlijk wel belangrijk nu we de winter in de baan ingaan dat ze goed weer aankomt. Want anders dan
heb je problemen met het krijgen van de wintervacht, want dat kost veel energie. En als ze te mager zijn, dan gaat dat natuurlijk niet, want daar hebben ze dan de energie niet voor. En wij willen haar niet gaan scheren of met dekens werken en zo. Dus het is belangrijk om daarmee in de gaten te houden. Nou, zoals jullie kunnen zien, verhaart ze al een beetje en dat is een goed teken, want dat betekent dat ze de wintervacht in komt. Maar ja, je ziet ook meteen dat ze toch wel, haar ribben toch wel redelijk zichtbaar zijn. Dus aandikken. Nou, Ohana heeft sinds kort speciale hoefijzers. Deze zijn speciaal ervoor gemaakt om haar stralen, die waren wat te lang bij haar vorige ijzers. Zeg maar te laag, te hoog, hoe je het ook wil noemen. En deze ijzers zijn er speciaal voor gemaakt om de stralen weer een beetje terug te brengen. Dat ze hierna lekker zonder ijzers kan. Want ja, het is gewoon voor een paard iets beter als ze geen ijzers hebben. Maar als we die er meteen af zouden halen, haar oude ijzers, dan zou dat meteen... zou ze heel gevoelig, zeker weten, is veel gevoelig lopen. Dus dat heeft zij de hoefsmid, dan doen we er speciale ijzertjes onder. Dat brengt dan die straal terug. En dan daarna, over 8 weken, kunnen die ijzers eraf. En dan loopt ze minder gevoelig meteen dan als ze haar ijzers, als ze deze ijzers niet zou hebben gehad. Dus vandaar deze, ik vind ze zelf heel leuk. Ze maken ook een iets ander geluid dan normale ijzers. Dus ik vind het wel grappig. Dus vandaar deze speciale ijzers. Verder zijn haar hoeven, achter heeft ze geen ijzers trouwens. Verder zijn ze nu veel beter dan eerst. Ik zal zo wel wat foto's laten zien van hoe ze waren voordat ze naar de hoefsmid ging. Toen we haar kochten, zeg maar. Toen waren haar... dit stuk was veel te lang. En dat hebben we nu al allemaal ingekort. Je ziet ook dat het nog een beetje wit is van het wegsnijden hier. En ze staat er nu al veel beter op. Ze loopt er ook lekkerder op. En achter heeft ze al hele mooie hoefjes. Dus het is wel lekker dat ze ook zonder ijzertjes kan. En mevrouw? Ik jammer dat je zo dun bent. Word maar niet dikker. Word maar niet dikker. En je eet heel veel. Nou, hier is Ohana er. Voerbox. We hebben een keer haver gekregen. Dat zit hierin. Hier krijgt ze een heel klein beetje van echt een handje, zeg maar. Een beetje, ja, we hebben het toch wel gehad. Dus het is wel netjes als we het ook opmaken. En hier, dit is een opzettende beetje druktemaker, zeg maar. Hier wordt ze heel druk van. Dan hieronder. En dan hier hebben we haar main voer, zeg maar. Lucernebrok, dus wordt ze een beetje, om wat aan te komen. Lekker. Dit zijn alle stallen. Heb ik nog meer paardjes? Dat is voor Ohana. En dit is de hele lieve buurvrouw. Ah! Zo, hier staat het ook in een box. Is ze? Met een baksteen. Een houding, ook goed. Ja, dat is. Ze had laatste keer een drok in de keel. En dat kwam door te gulzig eten. Dus toen hebben we gehoord dat dat veel mensen er een baksteen in doen om te voorkomen dat ze zo snel kunnen eten. Maar ik zie dat dit niet genoeg is. Ik weet niet waarom het er al in mag. Waarschijnlijk nog van gisteren. Ze heeft trouwens een beetje, ik weet niet of je het kan zien, maar ze heeft een beetje spinnerig op de neusharen. Het ziet er echt heel stom uit. En ze ziet iets heel interessants. Oh, de deur staat open. Goed, nou hier hebben we het vooraf vast gemerkt. Je krijgt er dan normaal een volle schep van, maar omdat er al wat in zat, nu meer keer drie kwart. Huppakee, lekker eten.
Ik dacht dus eerst dat het koeien waren. En toen zag ik opeens zo'n knalrood ding ertussen. En toen zag ik dus dat het paarden waren. Deze deur staat normaal nooit open. Ik ben nog niet zo lang in deze stal, dus ik ken alle geheime plekjes nog niet. Mevrouw eet trouwens altijd heel langzaam. Zo, mevrouw is eindelijk klaar met eten. Dus die brengen we weer terug naar de wei toe. Zo, kom. Je vriendjes staan al te wachten. Het is altijd een beetje angst voor andere paarden als ze bij de ingang staan. Dan durf ze er niet zo goed bij. Kom maar, kom. Goed zo. Nou, zoals je hier een beetje kan zien, staat ze echt met haar neus net ook de hele tijd daar aan die kant op, weg van die andere paarden. Ze heeft echt wel een beetje een angst voor andere paarden. Doet ze met alle paarden trouwens, niet alleen maar deze. Dus nou, krijgt altijd bij Maas de wijn gaat een snoepje voordat het hals eraf gaat en eentje nadat die af is. Dan leer ik ze dat ze niet weg hoeven te lopen. Oh, lekker. Ja, dat is lekker. Oh, dat is lekker. Goed zo. Loopt ze heel snel weg. Doet ze eigenlijk normaal nooit draven. Ze loopt altijd snel weg van andere paarden. Maar ook als er hier geen paarden zouden staan, dan zou ze nooit weggerend zijn. Dan loopt ze altijd heel rustig weg. Bedelt ze nog even wat meer snoepjes. Maar nee, het is echt andere paarden. Heel eng. Nou, ze heeft natuurlijk, is de manegepaard geweest. Dus ze heeft heel lang op een manege gestaan. Zonder wei. Dus zonder andere paarden. Ja, dat zal er denk ik dan wel mee te maken hebben. Goed, ik zit inmiddels alweer op de fiets onderweg naar huis. Vond je dit nou een leuke video? Laat het dan achter in de reacties en geef een like. En wie weet zie ik jullie dan weer bij de volgende vlog.